allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal Eline Klokzien. In deze video ga ik een dubbele Partypop T-Nights openmaken en vinden jullie dat leuk, geef dan alvast een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op mijn YouTube kanaal voor mensen die dat nog niet gedaan hebben. En vergeet dan natuurlijk ook niet op dat belletje te klikken dat naast de abonneerknop staat, want zo ben je bij de hashtag op tijd squad en ben je altijd op tijd voor weer een nieuwe video. Laten we nu maar beginnen. Oké, in deze video ga ik dus de Partypop T-Nights openmaken. Dit is niet zomaar eentje, maar dit is dus een dubbele partypopper. Want er staat ook dubbel surprise popper. Ik weet al wat het is. Ik weet nog niet wat erin zit. Want ik heb al eerder twee video's over de Partypop T-Nights zelf gemaakt. En in een van die video's heb ik dit ook uitgepakt. Ga die video's ook zeker kijken, want ze zijn echt super leuk. Net zoals deze video, deze gaat waarschijnlijk ook weer super tof worden. Want we gaan Partypop T-Nights openmaken. En dat is zeg maar een partypopper. Dan komt er confetti uit. Die moet je dus poppen. En dan komt er dus confetti uit. En dan krijg je dus een poppetje. Maar in deze dubbele partypopper zitten er allemaal andere dingen in. Er zitten dus 5 zakjes in, stickers en dan nog 2 andere dingetjes. Laten we deze snel gaan openmaken. Let's go! Ik ga dit dus eerst met deze schaar openknippen, want anders krijg ik het niet goed open. En dan kom ik bij je terug. Oké, ik heb dit helemaal opengescheurd en geknipt. En het eerste wat ik tegenkom is dit. Daar zullen we nu dan mee beginnen, omdat het dus helemaal vooraan zit. Er valt al iets uit, namelijk dit. En ik weet dus al dat dit de kaart is. Ik heb er echt al duizenden van, bij wijze van spreken. En het zijn nog steeds dezelfde poppetjes die erop staan. Dit zijn ze allemaal. Je hebt dus 3 clubjes. De Cutie Animal Surprise Club, de Rainbow Unicorn Surprise Club en de Winter Wonderland Surprise Club. Super leuk dus. Dan, wat zit er nog in dit zakje? Oeh, er zitten heel leuke stickers in. Deze zijn echt super tof, vind ik. Echt met leuke regenboogeffectjes. Dan zit er nog een soort van kartonnen kaartje in. Dat gaat dan over Spin Master, de maker van de Partypop T-Nights. En dan zit er nog een soort, ja, ik weet niet precies wat het is, maar een soort eenhoornhoorn in. Dus ja, dat is ook leuk. En dan is het zakje dus leeg. Dus dat was super leuk. We hebben dus stickertjes, een soort van eenhoorn ding en een kaart. Super interessant allemaal. En dan zit er hier nog een plastic laagje over. Zo, en dan hebben we hier gewoon een kartonnetje in zitten. Dat is niet zo heel speciaal. En dan hebben we de partypopper. Hij is echt super groot. Of ja, niet echt super groot. Maar als je het vergelijkt met de andere, dan zijn dit dus 2 partypoppers. We gaan hier beginnen. Hier staan allemaal pijltjes. Dus daar gaan we beginnen met dit open te maken. Het gaat heel lastig open, dus ik kom zo bij jullie terug. Zo, ik heb al het plastic er eindelijk afgekregen. En ja, nu hebben we dus dit. Het is heel makkelijk los te maken. En we zien hier een zakje. Of ja, verschillende zakjes aan elkaar gemaakt. Er staat ook op Partypop T-Nights. Super leuk. Die gaan we straks even allemaal openmaken. Maar eerst gaan we dit papiertje eraf halen. Want hier staat op hoe je de Partypop T-Nights moet openpoppen. Maar ik weet dat natuurlijk al, dus dat ga ik er even afhalen. En dan is dit dus onze uiteindelijke dubbele partypopper. Echt super leuk versierd. Het ziet er echt zo leuk kleurrijk. Het ziet er echt zo leuk en kleurrijk uit. Ik word hier echt helemaal vrolijk van. En dan gaan we nu dus de zakjes openmaken. We beginnen met zakje nummer 1. Zo. En wat zit erin? Oh my god, dit is echt zo schattig. Kijk, er zit een kei lief katje in en die heeft een strikje op. Dit vind ik echt helemaal geweldig. Het ziet er zo ongelooflijk schattig uit. Dan gaan we door naar het volgende zakje. En wat zou daarin zitten? Oeh, er zit een super glitterige strik in. Oeh, die is echt super mooi. Die gaan we zeker bij de pop opdoen. Het is echt keileuk dat het zo glittert. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar het glittert dus echt wel. Naar het derde zakje. En daar zit
of zitten, twee milkshakes in. Of ja, ik denk toch dat het milkshakes zijn. Een roze milkshake en een groene milkshake. Oeh, superleuk. En dan gaan we naar het voorlaatste zakje. En daar zit een camera in. Kei leuk, dat is echt super handig om foto's mee te trekken. Ja, je kan er natuurlijk niet echt foto's mee trekken, maar dan ook is het leuk. En dan het laatste zakje, daar zit iets groots in. Maar wat zou het zijn? Oeh, ik weet niet precies wat dit is. Ik denk dat het een soort water is met ja, van die sprinkles of zo op. Ik weet echt niet precies wat het is, maar het ziet er echt heel cool uit. Ook als je het zo bekijkt, het ziet er echt super cool uit. Ik weet dus niet precies wat het is, maar ik vind het echt heel cool. En ik vind hier naast mij plots een soort regenboogstokje. Misschien zat dat in het eerste zakje, dat weet ik niet. Maar ook super leuk. En dan gaan we dus door naar de partypopper zelf. Welke kant zullen we eerst doen? We zullen beginnen met deze kant. Hier staat dus een pijltje en dat wijst naar hier, naar dit pijltje. Dus we moeten dit er gaan aftrekken om de partypopper te poppen. En het gaat hier weer vol liggen met confetti. Maar ja, daar ruim ik dan straks wel op, hè. Dat doen we er dus af. Als dat gaat tenminste. En dan zien we hier pijltjes staan en die wijzen de richting aan die je moet draaien. Je moet dus niet zo draaien, maar je moet zo draaien. Dus, zijn jullie er klaar voor? Ik ga een beetje hier zitten, zodat die misschien in beeld komt. Want het kan zijn dat die ook gewoon allemaal daar ligt en dat jullie niks zien. Maar laat ons hopen dat jullie wel iets zien. 3, 2, 1. Ik weet niet of jullie dat zagen, maar er vloog dus allemaal confetti uit. Hartjes confetti, bolletjes confetti, sterretjes confetti. Maar dat maakt allemaal niet uit. En we zien hier iets superleuk, namelijk een soort kommetje. Ik ga het er even uitdraaien. En hier zitten allemaal, ja, ik weet niet precies wat het is, maar een soort popcorn of zo, gekleurde popcorn. Het ziet er echt heel tof en grappig uit. Dus ja, superleuk. Verder zit er hier ook niks in. Dus dan gaan we door naar de volgende. En de laatste ook. Deze kunnen we poppen en dan hebben we denk ik alles wel gehad. Dus we trekken dit er weer af. Zo. We volgen weer de pijltjes en dan gaan we weer poppen. 3, 2, 1. Woehoe! En dan hebben we een poppetje en hoe geweldig ziet dit meisje eruit. Ik vind het echt helemaal geweldig. Ze heeft dus kort roze haar en een kei tof glitterpakje. Er staat een unicorn op en een hartje. Ze heeft heel toffe felle blauwe schoentjes. Wauw, ik vind het echt helemaal geweldig. We gaan snel kijken op de kaart wie dit is. Ik denk dat ze in de Rainbow Club zit. Of ja, de Rainbow Unicorn Surprise Club. En ja hoor, we hebben Sophie. Oh, dit is echt helemaal geweldig. Ik vind haar echt heel tof. Zeker haar glitterpakje. En dan kunnen we nu het strikje gaan aandoen bij haar. En zo ziet ze er nog leuker uit. We kunnen haar misschien bij haar katje zetten. En bij haar fotocameraatje. Oké, we hebben echt superveel gekregen. En ja, ik vind het allemaal stuk voor stuk echt leuk. Ja, ik vind het zo leuk dat ik eigenlijk nog een partypopper wil openmaken. Dit was mijn laatste dubbele, maar ik heb er wel nog een paar gewone over. Dus die ga ik even snel halen. Oké, bij de confetti zaten ook nog ja, van die wolkjes. En daar staat op I love unicorn, I love rainbow. En snoepje zat erbij. En een superleuke cupcake. Daarmee kan je natuurlijk je poppetje niet echt versieren, maar het is gewoon toffe confetti, zeg maar extra confetti. En nu hebben we de Party Surprise Popper. Die gaat waarschijnlijk heel makkelijk opengaan. Ik ga die even versneld openmaken en dan gaan we die poppen.
oké, hier hebben we nog een vakje. Hier staan dus allemaal pijltjes. Dit kunnen we gaan opentrekken. En dan hebben we hier een superleuk zakje. En weer zo'n kaart. Het zijn allemaal dezelfde kaarten. Dus we kunnen ook de vorige kaart gebruiken. Maar ik zal hem nog even aan jullie laten zien. Dit is dus de kaart. Het is gewoon dezelfde als daarnet hoor. Maar ja. En dan gaan we dit zakje openmaken. En wat zit erin? Dit is een kroon. Het lijkt misschien niet op een kroon, maar dat is dus wel echt een kroon. Superleuk. En we hebben hier een lekkere cupcake. En dan gaan we de partypopper openpoppen. 3, 2, 1. En alle confetti vloog naar daar. En we hebben weer een nieuw poppetje. Dat is toch ongelooflijk? Ik heb nog geen enkele dubbele gehad. Van alle partypop teams die ik al heb. En dat zijn er heel veel. Dit is echt super cool. Ze heeft echt heel lang haar. Oh, zo leuk. En ze ziet er ook wel heel tof uit. Ze ziet er niet heel speciaal uit. Maar dat maakt haar ook zo leuk. En ik vind het heel mooi dat ze hier zo een soort blauw en wit. Ja, dat zo in elkaar overloopt. We gaan snel kijken op de kaart hoe ze heet en in welke club ze zit. Dit is Lily van de Winter Wonderland Surprise Club. Echt helemaal kei leuk. En we kunnen haar ijskroontje natuurlijk gaan opdoen. Of ja, ik noem het nu ijskroontje. Misschien is het helemaal geen ijskroontje. Maar alsnog superleuk. Ze ziet er echt helemaal geweldig uit. We hebben weer superleuke poppetjes uitgepakt. Twee keitoffe dingetjes. En daar zaten natuurlijk allemaal heel, heel leuke spulletjes bij. We hebben ook weer stickers gekregen. Echt heel leuk. En dan nog weer een kaart en zo. Dit was allemaal echt geweldig. En dan zeg ik nu dankjewel om te kijken naar deze video. Hopelijk tot de volgende keer en doei!